Prinses Peperina. Er woonde eens, verre weg in een klein huisje, iemand genaamd Jin. Hij had een erg mooie tuin. Het zat vol met bomen en bloemen van allerlei soorten die hij met liefde verzorgde. De Jin was erg machtig. Maar hoe kreeg hij zijn krachten? Slapen. Hij bleef altijd 18 jaar wakker. En daarna gingen zijn ogen pijn doen. Oh, is het alweer zover? Nou, kleine bloemen. Ik moet nu gaan rusten. Maar wanneer ik slaap, zullen mijn magische krachten voor jullie zorgen. En dus viel hij in een hele diepe slaap van 18 jaar. De bloemen in zijn tuin hielden veel van hem en waren ongelukkig dat hij zo alleen was. Hij heeft echt een vriend nodig. De wind bracht me nieuws over een machtige fee die één keer per jaar overvliegt. Zullen we om haar gaan bidden? Ja, dat doen we. De hele tuin bidde zo hard dat de fee hen wel zal horen. Hallo, waarom hebben jullie schatjes me geroepen? De bloemen vertelden haar dat ze wensten dat hun meester een maatje had om mee te leven. Het lijkt erop dat jullie van je meester houden. Goed dan, ik zal de djinn zegenen met een gelukkig kind. En dus schiep ze een enorm smaragden ei onder een peperboom. Het zal alleen opengaan wanneer de djinn wakker wordt. Tot die tijd, pas er goed op. Doei doei! En jarenlang waakten de bloemen geduldig over het enorme ei tot het einde van het 18e jaar. Hij is wakker! Heel de tuin was opgewonden toen de djinn naar buiten kwam. Hij was erg verbaasd over het grote ei wat daar lag. Wat is dit? En opeens begon het ei open te barsten en iedereen wachtte ademloos. Wah, wah, wah. Een baby? Hoe komt dat nu hier? De baby keek opeens naar hem met haar groene ogen, die het hart van de djinn deden smelten. Oh, jij bent zo prachtig. Ik denk dat ik je gewoon hier in dit huis ga opvoeden. Alle bloemen gingen juichen toen ze dit hoorden. En dus groeide de baby, die Peperina werd genoemd, gelukkig op zoals de fee had gezegd. Zij is zo zorgzaam. En ze zingt ook zo mooi. De djinn en Peperina waren altijd met elkaar aan het praten en om elkaar aan het lachen. Maar toen er bijna 18 jaren voorbij waren, begon de djinn slaperig te worden. Oh, jeetje. Als ik ga slapen, wie zorgt er dan voor mijn lieve Peperina? Terwijl de djinn zich hierom zorgen maakte, was Peperina ver het bos in gelopen. La 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 la. Oh! Het spijt me, maar je hebt zo'n mooie stem dat ik niet anders kon dan even langs te komen. Ik heet Louis. Ik ben Peperina. De twee begonnen langzaam met elkaar te praten en waren al snel door elkaar betoverd. Peperina, jij bent het mooiste meisje wat ik ooit heb gezien. Wil jij met me meegaan naar mijn paleis en mijn bruid worden? Ik wil dat heel erg graag. Maar we moeten dat mijn vader vragen. Kom, laten we hem overtuigen. Toen ze aankwam, verstopte Louis zich in de bosjes, terwijl Peperina met de djinn ging praten. Vader, ik moet je iets vragen. Ja, mijn liefste. Nou, wanneer je de volgende 18 jaar gaat slapen, wat moet ik dan alleen gaan doen? De djinn stopte met glimlachen, omdat hij al bang was voor deze vraag. Nou, ik heb ook al hierover nagedacht. En je bent oud genoeg om iemand te vinden die van je houdt. Waarom vind je niet iemand die leuk is? Echt? Maar hij moet iemand zijn die jou waardig is. Iemand die echt heel... knap is? Wat? Nee, ik bedoelde... Maar ze luisterde al niet meer.
Ze klapte in haar handen en uit de bosjes kwam Louis tevoorschijn, wat de djinn enorm verbaasde. Dit is prins Louis. En ja, we zijn verliefd op elkaar. Is dat niet geweldig, vader? Verliefd? Wanneer heb je hem eigenlijk ontmoet? Een paar minuten geleden. Maar al meteen wist ik dat het ware liefde was. Heer, ik kan u beloven dat ik altijd voor uw dochter zal zorgen. De djinn wilde net gaan protesteren, maar toen zag hij hoe gelukkig Peperina was in de armen van Louis. Nou goed dan, omdat je echt van hem houdt, hebben jullie mijn zegen. Yay! Heel erg bedankt, vader. Daarna pakte Peperina al haar spullen en reisde naar het kasteel van de prins en zwaaide hartelijk naar de djinn. Onze arme meester. De volgende ochtend viel hem de enorme stilte zonder haar op. Hij veranderde in een duif en vloog weg om haar te zoeken. Toen hij de koninklijke koets zag, keek hij erin en zag dat Louis en Peperina vrolijk met elkaar aan het praten waren. Ze lijkt in orde te zijn. Ik maakte me zorgen om niets. Hij vloog terug naar zijn huisje en probeerde te slapen. Maar hij was nog steeds niet gelukkig. Dit is belachelijk, maar ik ga nog een laatste keer kijken. Deze keer veranderde hij in een adelaar. Hij vloog hoog en zag de koninklijke koets door de poort van het kasteel rijden. Hij zag ze liefdevol naar elkaar glimlachen. Ze zijn echt heel erg verliefd. Nou, nu ben ik gerustgesteld dat ze het prima zonder mij redt. Dus viel de djinn eindelijk gerustgesteld in slaap. En de eerste paar jaar bleef Louis dicht bij Peperina. Maar werd al snel te druk met de zaken rondom het koninkrijk en moest soms zijn vrouw helemaal alleen laten. En omdat Louis zo knap was, waren veel vrouwen verliefd op hem. Ze waren afgunstig op Peperina en probeerden haar vaak te pesten. Wat voor stomme naam is Peperina? Ik had ooit een hond met de naam Kaneeltje. Hoe gewoontjes kleed jij je? De bedienden kleden zich beter dan jij. Oh, wat ziet de jonge prins toch in jou? Ze was gelukkig wanneer Louis terugkeerde. Maar wanneer ze alleen was, werd ze meedogenloos gepest. Op een dag bracht Louis haar in een geheime kamer en liet haar een prachtig zwaard zien. Het is geweldig. Maar Louis, waarom laat je dit nooit zien? Dit is het laatste cadeau wat mijn vader me gegeven heeft. Het is me erg dierbaar en ik wil dat je ervan weet. Maar helaas hadden ze beiden niet door dat er iemand aan de deur aan het luisteren was. Luister, ik denk dat er een manier is de prinses uit het paleis te gooien. Oh, ja, laten we dat doen. De volgende dag, terwijl hij rondliep, zag de koning iets bekends op de grond liggen. Toen hij het oppakte, was hij geschokt om te zien dat het zijn vaders zwaard was. Iemand heeft het compleet onherkenbaar vernield. Bewakers, vind me de schuldige die dit zwaard heeft vernietigd. De bewakers zochten en al snel brachten ze de vrouwen van het paleis naar hem. Was jij het die het gedaan heeft? Nee, uw hoogheid. Het spijt ons u dit te moeten zeggen. Het was prinses Peperina die het gedaan heeft. We zagen haar het zwaard naar buiten dragen, maar we weten niet waarom. Louis was woedend. En nog meer omdat de enige persoon die over het zwaard wist, Peperina was. Haal Peperina hier naartoe! Peperina was enorm verbaasd dat ze naar Louis moest komen. Mijn liefste, is er iets verkeerd? Hoe durf je me dat te vragen nadat je mijn vaders zwaard vernield hebt? Ga meteen uit mijn paleis! Het hart van arme Peperina was gebroken en ze was compleet verbaasd.
Ze probeerde het uit te leggen en uit te leggen, maar de prins, zo geschokt door het zwaard, wilde niet luisteren. Uiteindelijk draaide Peperina zich om en vertrok. Peperina liep verdrietig naar het huis van de djinn en hoopte dat hij ondertussen al wakker was geworden. Oh, lieve kleine vogel. Wat een geluk dat je vleugels hebt om je naar huis te brengen. Maar juist toen veranderde de vogel in de djinn en Peperina moest huilen van de pijn toen ze hem zag. Mijn lieve dochter, wat is er gebeurd? Peperina vertelde hem alles over het zwaard. Mijn liefste, je hield te snel van hem. Hij kende je niet goed genoeg om je ware aard te kennen. Kom, ik breng je naar huis. Ondertussen bij het paleis struinde Louis rond bij de grens met een gebroken hart. Opeens hoorde hij iemand dichtbij fluisteren. Die gekke Peperina is weg. Ons trucje heeft gewerkt. Welke truc? De vrouwen waren doodsbang en toen ze de woedende ogen van Louis zagen, biechten ze op wat ze gedaan hadden. Ik kan dit niet geloven. Vertrek uit mijn koninkrijk en kom hier nooit meer terug. Oh, Peperina, wat heb ik gedaan? Louis haastte zich snel naar het huis van de djinn, totdat hij er uiteindelijk kwam. Peperina, mijn liefste, kom hier. Het was niet jouw schuld. Ik had beter naar je moeten luisteren. Het spijt me zoveel. Louis, ik ben blij dat je eindelijk de waarheid weet. En ik vergeef het je. Alsjeblieft, kom met me mee naar huis. Het spijt me, Louis. Ik heb besloten dat ik hier blijf bij mijn vader. Alleen hij kent me echt zoals ik ben. Maar, Pep... Mijn besluit staat vast, Louis. Alsjeblieft, respecteer het. En vertrek. Terwijl ze dit zei, draaide ze zich om en ging het huisje binnen. Louis nam een diepe zucht en ging zitten. Ik had zo enorm ongelijk. Ik zal hier blijven en me schuldig voelen totdat je weet hoezeer het me spijt. En dus bleef hij, tijdens de hete dagen en koude nachten. De bloemen hadden medelijden met hem en gaven hem het fruit uit de tuin te eten. En de djinn keek elke dag uit het raam, bezorgd. Peperina, je moet nu echt naar hem toe gaan. Je zult nu toch wel zeker weten hoeveel hij van je houdt. Maar vader, hij heeft me gekwetst. Ik kan hem niet vergeven. O, arm, verschrikkelijk eigenwijs kind. Peperina wist nu hoeveel de prins van haar hield, maar mopperde nog steeds. Oh, het lijkt dat er heel erg noodweer gaat komen vannacht. Wat? Ik heb zo'n medelijden met de arme Louis. Peperina draaide zich weg om haar bezorgdheid te verbergen. En juist dan donderden de wolken en begon het enorm te regenen. Maar zelfs toen bewoog Louis zich niet. Oh, Louis! Peperina kon het niet meer aan en rende eindelijk naar buiten. Ze verontschuldigde zich uit het diepst van haar hart en bijna meteen hield het slechte weer op. Peperina en Louis waren wat verbaasd, maar luisterden niet meer naar het stoppen van de storm. De djinn keek omhoog naar de lucht en knipoogde. Niets is mooier dan om je eigen kind gelukkig te zien.